Goedemiddag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel van het programma gaan we het hebben over kunst. En daarbij gaan we dieper in met de curator van de Egidou Galerij, mevrouw Carla Tuinvoort. Zij gaat ons het een en ander vertellen over welke plek de kunst momenteel inneemt in Suriname. Kijkt u mee. Op bezoek in de lobby van de SMS Pier bij de galerij Egidou. En we gaan praten met mevrouw Carla Tuinvoort, de curator van deze galerij. Mevrouw Tuinvoort, hoe gaat het met u? Wel, met Gods genade gaat het goed hoor, met mij. Het gaat best wel goed. Maar als kunstenares, als kunstpromotor, heb ik wel dat ding van die kunstenaars. En dat is, we zijn erg gevoelig voor... laten we zeggen, vibraties die niet zo sexy zijn, die in de gemeenschap zich voordoen. Dat moet ik er wel bij zeggen. We zijn op bezoek om een kijkje te nemen bij de expo die er zijn. Het moment gaat zich afvragen, alweer een expo. Wat is nou bijzonder aan de expo? Want in het voorgesprek heeft hij me al zo een voorproefje gegeven wat men kan verwachten. Het zijn niet alleen schilderijen, maar ook beelden. Wat is zo apart aan deze expo in de Egidou Galerij? Wat apart is, is dat we het accent hebben gelegd op beelden. Dus driedimensionale beelden. Meestal hebben we bij de exposities schilderijen, je hebt foto's. Bij beeldende kunst zie je ook vaak bijvoorbeeld video's, films. Maar je ziet eigenlijk nooit het accent op beelden. Er zijn wel heel veel beelden, vooral in de publieke ruimte. Je weet toch, je hebt een beeld van Pengel op het Onafhankelijkheidsplein. Je hebt van Lachman, van nog een paar mensen. Er is een beeld daar op het Valjansplein, een abstract beeld. Dat was ter ere van 100 jaar de Staten van Suriname. Dat was de voorloper van de Nationale Assemblée. Maar er zijn ook gewoon beelden. Voor de Surinaamse Bank is er een beeld van Erwin de Vries, bijvoorbeeld. En hier hebben we dus een kleine collectie beelden, want opeens waren ze in ons vizier. Van hey, we doen eigenlijk nooit iets met beelden. Dus nu zijn we dat aan het doen. Maar het is een ongelukkig moment, denk ik. Want er is eigenlijk nog niet zoveel belangstelling daarvoor getoond. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Omdat beelden zijn toch weer een andere kijk op de beeldende kunst. We gaan de mensen hun interesse wat pieken. Een beetje links achter u hebben we één grote met verschillende kleuren. En ik zie de naam is Ted Heijmans. Kunt u ons een beetje vertellen wat nou de bedoeling is die u heeft gekregen van Suriname is Bleeding? Ja, eigenlijk is het een heel apart beeld. Want het is, laten we zeggen, sociaal, economisch, historisch. Ted Heijmans heeft dat beeld gemaakt van fiberglass. En dat is niet alleen een moderne techniek, fiberglass. Maar het is ook een aparte manier van kijken. Omdat hij wil uitdrukken dat Suriname, vanaf we Suriname kennen als Suriname... wordt er aan Suriname getrokken en wordt er eigenlijk allerlei dingen, er wordt allerlei dingen uit er gehaald. De sociaal-economische kurk, waar iedereen beter van wordt, dat zorgt ervoor dat mama Sanang bloedt. Je weet toch? We hebben nou bijvoorbeeld goudkoorts. En het is gewoon ellendig dat we niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat we dat op een milieuvriendelijke manier doen. Toch? En de gevolgen gaan erg zijn hoor, over 30 jaar. Want als je te veel kwik hebt in je lichaam, dan werkt het op je hersens. En dat merk je nou niet, maar die kinderen die dan worden geboren, het gaat een probleem zijn in Suriname. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. We hebben 100 jaar bauxiet gehad. Bijvoorbeeld. En we hebben nu nog steeds, hoe heet het, van die
ze noemen ze pits, hè? Van die putten eigenlijk, weet je, met afvalmateriaal van, dat, van die productie, toch? Het is nog steeds niet echt opgelost, je weet toch? Even kijken. De houtproductie, een heleboel hout gaat weg. De toegevoegde waarde van hout is wanneer je er iets mee doet. Je maakt er een mooi meubel van, een mooi bed, een tafel, een kast, weet ik veel. En die toegevoegde waarde, dat gebeurt in andere landen. En bij ons, die boom wordt gekapt en hij gaat in een boot. Dat heet zogenaamd rondhout. Weet je, en dat is dus niet goed eigenlijk. Het is niet goed voor onze sociaal-economische ontwikkeling. En ook niet onze historische ontwikkeling, want dat gebeurt al een tijdje. Vroeger hadden we wel, weet je, bijvoorbeeld Bruinzeel ging huizen maken, huizenpakketten. Ja. Weet je, dan heb je toegevoegde waarde. En die huizen, die werden verkocht hoor, in het Caribisch gebied. Weet je, daar houden ze er maar van om met steen te bouwen. Dus ze vonden het prachtig als ze zo'n houten Bruinzeelhuis hadden of zo. Maar dat gebeurt nu al jaren niet meer, decades geloof ik. En dat is dus jammer. Dus Suriname is bleeding. En dan hebben we natuurlijk al die vreselijke dingen. Want ze praten altijd over bloed, zweet en tranen. Van onze bed over grootouders in de slaventijd. Maar ik was daar niet bij. Ik weet daar niks van. Maar ik weet wel dat we in onze tijd, die ik wel heb meegemaakt, ook bloed, zweet en tranen hebben meegemaakt. We hadden bijvoorbeeld die afschuwelijke binnenlandse oorlog. Tot nu toe zijn daar pijnpunten van, net zoals van de slavernij, zo lang geleden het nog steeds pijnpunten zijn. Zo zijn, laten we zeggen, de pijnpunten van de binnenlandse oorlog, een echte binnenlandse oorlog. Die zijn er ook nog steeds. En je weet bijna niet hoe je dat goed kunt maken. En dus dat is ook een vorm van bloed, zweet en tranen, die Ted Heijmans wil uitdrukken met zijn Suriname is bleeding. Ik ga een stapje terug doen, mevrouw Teunvoort. Want als ik zo naar u luister, is kunst echt in uw bloed. Als ik zo naar de namen kijk, lijken dit kunstenaars van een iets oudere generatie. Denkt u dat de jongere generatie nu nog steeds geïnteresseerd is in kunst? Want u gaf ook aan van, er is niet veel interesse erin. Denkt u dat de jongere generatie wel geïnteresseerd is in kunst bezichtigen en in kunst te maken? Ik denk het niet echt. Het moet je meegegeven worden. Dat heb ik vroeger wel eens besproken met Erwin de Vries, die nu is overleden. Hij was ook een kunstleraar eigenlijk, een tekenleraar. Hè? Dus hij had veel te maken ook, voordat hij fulltime kunstenaar was, had hij veel te maken met kennisoverdracht van kunst. En met hem had ik besproken van, je moet erin opgevoed worden. Je moet er van houden. Ik bedoel, je moet er van leren houden. Je moet er, net als met lezen, weet je. Je moet erin opgevoed worden. Toch? Bijvoorbeeld toen ik naar de MULO-school ging, jaren geleden. En er waren exposities bijvoorbeeld van Erwin de Vries. Dan moesten we met de school er naartoe. Weet je? Dat was heel belangrijk om te doen. En dat deden we ook. En dan werd je, weet je, de kunst bijgebracht en zo. En we hebben hier de laatste tijd, dus eigenlijk is alles een beetje achteruit gegaan in Suriname. Iets anders kan ik er niet van maken, helaas. En het gevolg daarvan is, want bijvoorbeeld in de 80er jaren hadden we een programma waarbij kunstenaars in alle districten tekenles en schilderles gaven aan de kinderen, aan schoolkinderen en zo. Dat is gewoon opeens niet meer aan de orde. En dat is dus eigenlijk best wel jammer. En als de Nationale Kunstbeurs er is, dan komen er inderdaad wel kinderen naar de exposities. Maar, en tot voor kort
de vorige exposities die we hier hebben gehouden, was er ook wel bezoeker van kinderen. En dan komen ze en dan zeggen ze, je vrouw heeft me gestuurd of meneer heeft me gestuurd. En ik moet een verslag maken en weet ik veel. En dat werkte wel. Dus maar het gaat erom, het is niet structureel. Het hoort structureel in het pakket te zijn. In het ontwikkelingspakket, in het schoolpakket wat de kinderen krijgen. Dat ze vanaf, eigenlijk vanaf jaar nul algemeen gevormd worden. Ook door kunst. Dus ook muziek moeten ze krijgen, volgens mij. Tekenen en schilderen. veel lezen, dat is erg belangrijk. Even kijken. Ja, en dan natuurlijk, daar hoort dan bij dat je concerten gaat bezoeken onder auspiciën van de school. Of kunstexposities, weet je. En dat je daar verslagen van maakt. En als er talenten zijn, dan komen die vanzelf naar boven drijven. Het geldt vooral voor de mensen die, laten we zeggen, de minder bedeelden. Want de rijkere kinderen, hun ouders, die kunnen gemakkelijk betalen dat ze na school, naar de tekenles gaan of naar schilderles of naar dansles of naar muziekles. Bij de minder bedeelde kinderen is dat niet het geval. Dus dat zou je dan in een programma moeten hebben vanuit het ministerie van Onderwijs. En dat het voor alle kinderen geldt, ook die van het district en ook die van het binnenland. Dat er een bepaalde hoeveelheid naschoolse activiteit of buitenschoolse activiteit wordt besteed aan kunst- en cultuuropvoeding. Deze expo is een beetje anders dan wat men gewend is. En dat is wat u aangaf. Vaak genoeg zijn expo's alleen maar schilderijen. En dit is een combinatie van schilderijen en driedimensionale beelden. Naar uw mening, waarom zou men naar de expo moeten komen? Wat kan men nog allemaal leren als men een kijkje komt nemen in de galerij? In de eerste plaats kom je leren wie er allemaal kunstenaars zijn. Wie zich in onze geschiedenis, in onze maatschappij profileren als kunstenaars. Dat is één, dat is heel belangrijk dat je dat weet. Want een heleboel keren weten we dat niet. En dat is eigenlijk ook jammer. Dat je niet weet je, wie die gebouwen heeft ontworpen, wie kunstwerken maakt, van wie zijn die beelden op het plein en van wie zijn deze beelden hier in de galerie. Toch? Dat je weet dat bijvoorbeeld de Shosh Ramjawan Singh, dat hij werkt met schrootijzer, dat is afvalijzer, wat hij weer opnieuw leven geeft door er een nieuw beeld van te maken. Zoals zijn grandmama, helemaal van een soort zwart met een soort tong die naar buiten steekt en helemaal abstract grandmama is, je weet toch, is zijn interpretatie. Hij heeft ook bijvoorbeeld een dansende figuur, ook van schrootijzer, weet je. Net wat ik zei, bijvoorbeeld Ted Heijmans, dat is ook goed om van dichtbij te laten zien dat bijvoorbeeld, want het meeste wat we in Suriname hebben aan beelden, dat komt in hout. Omdat we ook heel veel hout hebben natuurlijk. We zitten midden in de Amazone. Dus dat is niet vreemd dat we veel houten beelden hebben. Zoals die van Obe Pansa, die is al overleden. Die was een tijdje heel beroemd toen hij nog in leven was. Iedereen wilde wel een beeld van Obe Pansa hebben. We hebben ook bijvoorbeeld die beelden van Milton Massé, dat is ook hout. Dat is mahoniehout. Dat heeft die genen heeft hij van zijn vader. Die was een beroemde beeldhouwer. Meneer Armand Massé. Hij is ook ons voorgegaan al. Ze kwamen uit Wageningen. En hij, Milton, maakt dus veel vrouwfiguren. Allerlei vormen. Dansende vrouwen. Moeder met kind. Moeder met een baby in de buik. Weet je, dus dat is dan Milton Massé en dat is dus ook van hout. Je hebt bijvoorbeeld een beeld van Nehomia Lemmers, is de enige vrouwelijke artiest. En dat is bijvoorbeeld gemengde techniek met plastiek en ijzer.
En je hebt bijvoorbeeld ook van meneer Pomba, die heeft een beeld gemaakt. Het lijkt bijna op een beeld van Giacometti, dat is een Zwitserse kunstenaar, die dunne beelden ging maken. Want hij maakt dunne beelden. En eentje van ze is de totem. En dat heeft hij dus gemaakt, laten we zeggen, als eerbetoon aan de totems die er vaak bij de tribale volken van Bosnegers en inheemse zijn er vaak totems die ze bij de ingang van het dorp of zo plaatsen om laten we zeggen, de goede geesten, de goede geesten gerust te stellen dat de bewoners van dit dorp echt proberen hun best te doen om zo goed mogelijk te leven en goede mensen te zijn. Je weet toch, want als je dat niet doet, zouden de voorouders en de goede geesten zouden best boos op je kunnen worden. En dan ben je natuurlijk niet jarig wanneer zoiets gebeurt, je weet toch. Dan ga je lekker varen en je boot valt ondersteboven of zo. Dus dat kan je niet gebruiken. En dus dat heeft hij dat, die vorm van een heel mager beeld heeft hij gemaakt. Even kijken, wie hebben we nog meer? We hebben Ginty. Ginty heeft een ook door Afrika geïnspireerd eigenlijk. Heeft hij een beeld met verschillende facetten erin verwerkt. Even kijken. Ginty hebben we. Carmen Sandam, dat is ook interessant, want dat is dan modern, zou je kunnen zeggen. Dat is dus keramiek. Ze heeft gewoon een hoge hakschoen gemaakt. Maar omdat het driedimensioneel is, is het ook een beeld. En dan hebben we natuurlijk die fase van meneer Alphonse Shinga. Dat is ook apart. Want normaal zijn het prapies. Maar opeens is een of andere Winti van de Maya's en de Inca's of zo op hem gekomen. En in de prapies heeft hij dus opeens een relief van een gezicht erin gezet. Dus die prapi wordt opeens een beeld, weet je. Dan wordt het opeens een fusion, hè. Dan is het een prapi en een beeld. En is een onderdeel van ontwikkeling eigenlijk. Want we kennen alleen de prapi. Iedereen kent toch de prapi? Iedereen kent de prapi. Wat we niet kennen, is de prapi met een Maya gezicht, of misschien is het een Arawaks gezicht, of een Kirbisi. Maar in ieder geval, het is nieuw dat je in de prapi dat gezicht uitgebeeld krijgt, waardoor het een beeld wordt. Men zegt ook vaak genoeg, Suriname heeft verschillende bevolkingsgroepen, we zijn heel erg divers. Als kunstenaar zelf en ook als curator, hoe belangrijk denkt u dat kunst is, vooral in een samenleving als de onze? Heel belangrijk. En daarom is het ook goed om bij Galerie Egidou te komen. Want wij proberen een expo te maken die lijkt op Suriname. Dus wanneer het droge tijd is en we staan daar op de hoek van de Heilige Weg en de waterkant, tegenover de Centrale Markt op een druk moment. Zo willen we dat de expo eruit moet zien. Je weet toch? Bosnegers, Indianen, Kriolen, Moxies, Bakras, Hindustanen, Jafar. Je weet toch? Zo zijn wij. En dat is ook in onze kunst terug te zien. In de zin van, als we een expositie hebben zoals bij Egidou, een gemengde expositie, dan krijg je al die elementen krijg je dan te zien. We hebben een à la Condré expositie eigenlijk. En wat we doen is de expositie permanent houden, al heel lang. Al meer dan 40 jaar zijn we bezig, maar het is steeds wisselend. Okay. En dat is de reden waarom je moet komen, omdat je, laten we zeggen, variatie is de spijs des levens. En de kunstenaars providen dat. En dat is dus een goede reden, als je de dokter bent of de interieurverzorgster of de president en de tuinman of de taxichauffeur en de cameravrouw. Kunst hoort er gewoon bij en het is goed dat je ervan
bewust bent. Dus dat is eigenlijk wat we verkopen bij Galerie Eigidou. Bewustzijn, zelfbewustzijn, Surinaams bewustzijn, maatschappelijk bewustzijn, kunstbewustzijn, economisch bewustzijn. Want kunst, daar kun je ook geld mee verdienen. Toch? Wat voor bewustzijn hebben we nog meer? Sociaal bewustzijn heb ik al gezegd. Je weet toch, want de Javaanse kunstenaar woont naast de Hindoestaanse loodgieter. En die woont weer naast de Creoolse meneer die op de haven werkt. Je krijgt een natuurlijke ander soort kunst als wanneer je alleen maar Javaan bent in Indonesië. Of alleen maar Hindoestaan in New Delhi. Je krijgt een heel andere vibratie van je kunstwerk. Omdat je ook de vibratie, als je Hindoestaan bent, krijg je ook de vibratie van de buurman links, die Javaans is, en de buurman rechts, die Creools is. Hebben we over die van de overkant, die Chinezen, hebben we nog niet eens erbij gehaald. Begrijp je? En dat geldt voor allemaal. Want die Chinese buurman, die heeft hetzelfde als je Chinees bent en je bent een kunstenaar, dan ben je ook beïnvloed door de Indiaan die achterop woont en de Javaan die voorbij gaat en de Hindoestaan bij wie je genoemde gaat kopen. En zo maak je dan kunst die je Surinaamse kunst zou kunnen noemen. Maar het is zich nog aan het ontwikkelen, ja. Weet je. En bij Eigidou zijn we dus dat aan het volgen, hoe dat zich ontwikkelt. En dat is dus een reden om Eigidou te bezoeken, zodat je ook mee kunt volgen. Want het is ook een gedeelte van jou, de kunstenaars, die vertolken, laten we zeggen... De kunstenaars vertolken wat het volk beweegt, wat het volk aan het doen is, weet je. En wij zijn nog in een stadium waarbij we, laten we zeggen, nog naturalistisch denken. We zijn nog dicht bij de natuur. De Surinaamse mensen zijn nog dicht bij de natuur. En dat zit ook in onze kunstwerken, kun je dat zien, ook in zijn abstracte vormen. Weet je, want in zijn abstracte vormen gaat het misschien over love, zoals bij Obepansa. Maar het is toch een love uit een mahonie stuk hout, een stam, een deel van een stam van een mahonieboom, is dat erin. Gehouden. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in steen beelden maken of in marmer. Je kunt het zo gek niet bedenken, want beelden zijn al heel oud, net zo oud als de mensen. En eigenlijk is dat het begin van het schrift ook, omdat voor de mensen het schrijven kenden zoals wij dat nu kennen, gingen ze dat allemaal uithouden in stenen. Al die letters die iets moesten vertellen over hun. Want dat is ook zo interessant van kunst namelijk. En dat is dat het ons overleeft. Wanneer iedereen er niet meer is, dan kunnen we alleen weten dat ze er waren door kunst. Door de kunstwerken die over zijn gebleven. En daarom is het belangrijk dat we ook in Suriname kunst aandacht geven die het verdient. Maar net wat ik zei... Dus bij Eigidou is ons werk het houden en hebben van exposities. Alleen af en toe hebben we een accent. En dan nodigen we de pers uit. En nodigen we het publiek speciaal uit. Maar wij willen dat het bewustzijn zo goed is dat het normaal is. Weet je, je hebt lekker boodschappen gedaan. Je hebt groenten gekocht en vis en kleren en schoenen. En nog, oh ja, wacht even, we gaan ook even bij Eigidou. Gewoon om een kiek te nemen. Maar als je iets vindt om te kopen, dan vinden we dat natuurlijk ook mooi. Helemaal. Mevrouw Teunvoort, heel hartelijk dank voor de rondleiding en de informatie die ons heeft gegeven. En we hopen dat de samenleving nog net ook komt, alvorens de expo wordt opgebroken. Ik hoop het ook. En ik denk dat ze in ieder geval, na deze expo is er gewoon weer een andere. Dus gewoon contact met ons houden, dat is het beste wat je kan doen. Dankjewel hoor.
U heeft het allemaal gehoord, kunst is heel belangrijk en die moet van jongs af aan weer worden aangeleerd aan onze jongeren. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit deel gaan we een beetje op de digitale tour die een beetje te maken heeft over de verkiezingen van 2025. Wij gaan een amicaal en interessant gesprek hebben met de peer officer van Freedom Vibes, de organisatie die de website SurinameKies.com heeft gelanceerd. Kijkt u mee over de verdere informatie. Meneer Rumi Knoppel, u ook welkom in ons programma In Gesprek Met. Ja, hartelijk dank voor het ontvangen. We gaan het hebben over de nieuwste website die Suriname heeft, SurinameKies.com. Men zal zich afvragen, Suriname Kies, heeft dat te maken met de verkiezingen of is de website iets anders? Kunt u daar over wat meer vertellen aan onze kijkers? Ja, het heeft in beginsel te maken met de verkiezingen. Omdat we al jarenlang, vanaf ik heel jong ben, hoor ik steeds, ik weet niet op wie ik moet stemmen. En dat is een van de redenen, dus dat is meer om de mensen in hun keuze een beetje te assisteren, om het zo uit te drukken. En dat is de reden, dus een van de redenen waarom we de website hebben opgezet, maar er zijn nog meerdere redenen. De tweede is, het gaat om standaarden. Ik sprak laatst met de ondervoorzitter van het parlement en ik vroeg hem of er wettelijke standaarden zijn, dus die vereist zijn voor mensen die toegelaten willen worden tot het parlement. En hij zei me, er zijn geen enkele. Dus ik was heel verbaasd daarover. Ik heb toen met mijn team over gehad. En toen hebben we gezegd van weet je wat, laten wij kijken of we op een heel zoveel mogelijke correcte manier zelf de standaarden kunnen creëren, want het parlement is van ons, van de gemeenschap. Laten we ons niet afhankelijk stellen en wachten op de parlementariërs om met die standaarden te komen, maar laten wij zelf iets creëren en dan kijken welke standaarden wij als gemeenschap kunnen hebben. Dus dat is één van de redenen en de laatste die ik heel erg belangrijk vind is integriteit, ethiek. Het lijkt alsof ethiek verloren gaat, niet alleen in Suriname hoor, het is overal zo, maar ja, we wonen hier met elkaar, dus we moeten het hier zelf fixen. En het lijkt alsof het onethische sterk wordt genormaliseerd. En we merken ook dat in discussies daardoor er heel veel verwarring of vertwijfeling bestaat in die zin van dat mensen eigenlijk niet eens meer weten wat goed is en wat niet goed is. En als de mensen van ons in het parlement dat ook niet weten en zij degene zijn die de regels moeten maken voor iedereen, dan begrijpt u dat er een soort gestructureerde chaos kan ontstaan in het land. Want dus daarom vinden we het belangrijk dat er toch wel standaarden zijn. Want kijk, zelfs onze kinderen wanneer we ze moeten inschrijven op school of sollicitanten die gaan naar het bedrijf, er zijn altijd standaarden. Maar dan, hoe zijn er geen standaarden voor parlementariërs die regels voor het hele land moeten maken? Ze kunnen gewoon het parlement inkomen alleen maar door te stemmen. Dus dat is in een nutshell van waarom we de website hebben opgezet. En als men de website zou bezoeken, want ik heb even gepiept en je ziet een kleine uitleg. En dan de eerste persoon die je ziet is Curtis Hofweeks. Dus men zou zich vragen, oké, wat houdt dit in? Als men de website bezoekt, wat kan men allemaal verwachten? Oké, u ziet dus Curtis Hofweeks als eerst, omdat hij als laatst is opgeladen. We hebben een aantal kandidaten al die nu in de molen zitten. Maar we hebben het gepubliceerd met alvast 9 kandidaten. Nu is Curtis de 10e. Maar de bedoeling is dus dat alle kandidaten met de tijd dus erop komen. Nu zitten we in een fase van dat we elke week 1 tot 2 kandidaten erbij zetten. Wat men dus mag verwachten is dat men een politieke kandidaat zal zien. De history van zo'n politieke kandidaat. Dus alles van wat ze hebben gedaan. En is daaraan een cijfer gekoppeld. En de standaarden zijn dus vanaf 1 tot en met 5. 1 is zeer laag, 2 is laag, 3 is gemiddeld, 4 is hoog, 5 is zeer hoog. En zo zal men dus de verschillende cijfers zien die de verschillende kandidaten hebben gehad. Wie geeft nou het cijfer? Want dat is ook belangrijk, want mensen gaan straks denken dat ze ook op de website kunnen gaan om te stemmen. Dus ik neem aan, in ons voorgesprek hadden we het over
artificial intelligence. Dus het is een AI-machine die met alle parameters die jullie hebben geplaatst voor zo'n persoon, dan ook met alle informatie die ze ook nog erbij kunnen nemen, zij dan een cijfer geven aan zo'n persoon. Kunt u dat ook een beetje uitleggen? Ja. Dus wat we hebben gedaan, we hadden, het was lang brainstormen. We hadden heel wat parameters, maar we zagen al heel gauw dat niet alle parameters toepasselijk waren op alle personen. Omdat alle mensen een beetje hun eigen verhaal hebben. En je moet natuurlijk ook rekening houden met degenen die nog niet in de politiek zijn. Maar wel in de gemeenschap bepaalde dingen al hebben gedaan, positieve dingen hebben gedaan. Maar soms ook negatieve dingen. Dus we zijn uiteindelijk gekomen op 4 basisparameters waarvan we dachten van oké, de kandidaten moeten allemaal tenminste deze 4 zaken hebben. Dat is integriteit, een track record van wat hebben ze allemaal al gedaan in die gemeenschap. Communicatieve vaardigheden, dus hoe gaan ze om met kritiek, hoe verwoorden ze bepaalde dingen. En deskundigheid en of ervaring. En wat we dan hebben gedaan, we hebben dus alles op het net hebben dus van ze gezocht. En dan hebben we aan AI gevraagd, oké, maak nu een calculatieformule. Gebaseerd op deze 4 parameters. En dit is de informatie. En geef ons nu een cijfer. En dit is dus het resultaat. Dus de mensen kunnen op de website ook de werkwijze zien. Het is heel transparant. Ze zien ook de calculatieformule. Dus men kan het ook zelf testen en kijken hoe of wat. Hoe lang bestaat jullie website precies? We hebben het gelanceerd, als ik het goed heb, maar ik ben heel slecht in deze dingen hoor. Maar we hebben het 18 juli gelanceerd, als het goed is. Dus niet zo lang geleden. Hoe lang was jullie idee eigenlijk, men zou zeggen, in de lade? Want u zegt, jullie hebben er heel lang over nagedacht. Dus ik ga er ook aan van dat het ook een tijdje heeft genomen om die website te bouwen. Ook met alle parameters erin, zodat alles goed kan verlopen. Was het lastig om zo'n website op te zetten? Nee, omdat het gaat een beetje arrogant klinken nu wat ik ga zeggen. Nee, de website bouwen op zich was niet lastig, omdat ons team is een heel klein team. Maar de mensen die erin zijn, zijn wel heel erg efficiënt en heel erg sterk in wat ze doen. Dus een website bouwen op zich, het technisch gedeelte, dat is heel snel gegaan. Dat was op zich helemaal niet moeilijk. Maar het voorwerk, daarin heeft wel heel wat tijd gezeten. En we praten echt wel over iets van 5 tot 6 maanden, wat voor ons toen wel lang is. We hebben het zo een beetje gehoord, we hebben parameters gehoord, we hebben een cijfercalculatie gehoord van nu zijn er 10 politieke mensen, zal ik zeggen. Waarom vindt u het belangrijk dat men meer weet over SurinameKies.com? Omdat we weten dat in beginsel de waardering die een aantal van de kandidaten hebben gehad een oneigenlijke waardering is. Omdat we in de wandelgangen geruchten horen dat ze bepaalde zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus wij willen dus de samenleving erbij betrekken. En dat indien individuen zijn die informatie hebben over deze mensen, maar natuurlijk wel netjes gedocumenteerd, dat ze dat aangeven bij ons. En dan gaan we het screenen, want de bedoeling is dat we elk kwartaal, we gaan de kandidaten blijven volgen, en elk kwartaal gaan ze weer opnieuw in die machine. Want ze blijven toch in die gemeenschap. Dus in combinatie daarmee, als we dus meer informatie krijgen, dan krijgen we natuurlijk een beter beeld van de kandidaten. En dan zijn we ook dichter bij de waarheid. En dan gooien we dat dus elk kwartaal weer in die machine. En dan kijken we of het cijfer omlaag of omhoog gaat. Maar wat we dan dus wel doen, we gaan niet zeggen wat waar is. Dus eigenlijk wat ik net zei, klopt niet 100%. Maar we gaan wel aangeven wat er is gebeurd. Dus als meneer X komt en hij zegt van kijk, ik heb hier een case tegen politiek A gehad. En dit is de uitkomst, er is een vonnis, maar hij heeft toch of zij heeft nog steeds niet betaald. Ik zeg maar wat hoor, ik geef een voorbeeld. Dan maken we heel netjes contact met kandidaat A. We leggen het voor en die kan dan zeggen van nee, het is niet waar, ik heb het al betaald. En we vragen dan een betalingsbewijs, ik heb het verloren of hier is het, whatever. Dat plaatsen we dan ook op de website, heel transparant. Maar dat gooien we dan dus ook weer in die machine. En dan kijken we dan ook weer wat eruit komt. En dan ligt het aan de Surinamer die stemgerechtig is om nu zelf een oordeel te vellen van oké, zal ik op zo iemand stemmen, want dit is wel de type persoon die regels gaat maken. En zullen die regels daadwerkelijk in mijn voordeel uitvallen? Als ik naar uw laatste antwoord luister, are you guys gonna protect your sources?
jullie nou de informatie krijgen? Want men kan het zien als een soort klokkenluidersysteem en we weten al wat met klokkenluiders gebeurt in Suriname. Are you guys going to protect your sources? Kijk, het enige wat wij doen, we zijn natuurlijk geen beveiligingsbedrijf. maar u weet wat ik bedoel met protect your sources, van dat waar komt u met de informatie? Het is anoniem, ik ben niet verplicht om aan u aan te geven hoe, wat, waar. Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk wel moeilijk in dit geval, omdat wanneer meneer A bij ons komt en zegt en aangeeft of beweert van meneer B moet me betalen, ik zeg maar wat, dan zeggen we wel, ik bedoel, maar dit, ja toch, we moeten meneer B zeggen, kijk, meneer A is geweest, want hij beweert dit. Want meneer B moet natuurlijk wel weten over wie het gaat en welke case. Ja. Dus dat moet wel. Dus we kunnen moeilijk daarom, maar niet dat we bijvoorbeeld, als u bedoelt dat we de namen gaan plaatsen op de website, dat niet, maar wel van een politieke kandidaat. Want het gaat wel om de politieke kandidaat. En wij zijn niet verantwoordelijk voor de bewegingen van de politieke kandidaat. Het is een publiek figuur. Het is een... Het is een dienend figuur. Dus het is zaak dat deze mensen een voorbeeldfiguur zijn in beginsel. Dus ze behoren heel netjes te zijn. Maar degene die aangifte doet, de naam van die persoon komt niet erop. Maar de kandidaat weet wel over wie het gaat. Dus de kandidaat kan niet zeggen het is een leugen. Dus op die manier gaan we het wel aanpakken. Bent u of zijn jullie aan enerzijds ook niet bang voor politieke rancune als iemand plotseling, want nu daar we het in het nieuws gaan plaatsen en het komt op tv en men gaat nou de website bezoeken en bijvoorbeeld iemand ziet, de persoon heeft er 1 en u heeft dat uitgelegd, 1 is zeer laag, dat men dan bij u komt aankloppen van ja, hoe kan je me zo portretteren, wie denkt u dat u bent? Bent u daarop voorbereid? Ja, ik bedoel... Kijk mensen, het is één ding dat ik vanaf jongs af al heb geleerd. Je mag boos worden zoveel je wil, maar feiten zijn feiten, toch? De waarheid verandert, emoties veranderen de waarheid niet. Dus, waarom we AI hebben gekozen, is om zoveel mogelijk de menselijke subjectiviteit eruit te halen. Dus als mensen boos worden om de zaken die ze zelf hebben gedaan, dan hadden ze die zaken niet moeten doen. Ja, toch? Dus, we kunnen... moeilijk iets daaraan doen. Dus dat is ook de hele bedoeling van die website. Dat we nu een beetje meer licht gaan schijnen op integriteit. En dat we ook meer aandacht gaan geven aan ethiek. Omdat je mag nog zoveel kennis hebben. Maar als ethiek ontbreekt, gaat niks lopen. Want dan krijg je corruptie. Alles wordt stuk geslagen. En ik denk dat we dat onbewust onderschatten. Dus daarom hebben we integriteit ook als een van de parameters gezet. Denkt u dat men in Suriname wel goed genoeg weet hoe AI precies werkt, want daarvoor ben ik wel bang dat men nog steeds gaat denken dat jullie de cijfers aan het manipuleren zijn. Ja, dat is ook een hele goede vraag. We hebben geen cijfers daarover, dus ik kan ook heel moeilijk daarop antwoord geven. Maar het is dus wel aangegeven wat de werkwijze is. Dus als de mensen zich willen verdiepen daarin, kijk, we gaan nu wel in een tijdperk waar AI eigenlijk aan het overnemen is. Dus het is ook goed voor onze mede-Surinamers dat ze zich ook daarin gaan verdiepen, ook voor hun eigen business. Dus wat ik wel kan zeggen is dat we ook bijvoorbeeld bij een kandidaat, we het wel meerdere keren in die machine hebben gegooid bij verschillende type AI's om een vergelijking te maken, om te kijken hoe objectief het is. En dan hebben we bijvoorbeeld 3 tot 5 keer, wanneer we zien dat een cijfer, en het verschilt niet veel hoor, misschien 4,25 tot 4. Of 3,75. En dan kijken we als van de 5 keer, 3 keer het op 4 is gekomen, dan wordt het 4. Maar nogmaals, mensen, alles is op de website. Mensen kunnen het ook zelf nagaan. Ze kunnen ook zelf testen en kijken. En dat is het. Voor alle duidelijkheid, we nemen aan, machines zijn niet subjectief bezig. Een machine gaat af met de informatie die hij kreeg. Klopt dat? Ja, klopt. En ik ga je zeggen, er zijn ook resultaten van bepaalde kandidaten. Waarvan ik persoonlijk, ook mijn teamleden, we ook zoiets hebben van, dit is echt te hoog. Maar ja, wat moeten we doen? Bij anderen hebben we ook zoiets van, dit is een beetje te laag. Maar wat moeten we doen? Dit is de informatie die wij hebben. En vandaar we een beroep doen op de gemeenschap. Van, kijk, als we ook zelfs de bronnen, mensen mogen ons ook e-mailen en zeggen van, dit is ook op het net van een persoon. Ik heb deze bronnen niet gezien. Is voor ons allemaal handig. Want kijk, het is ook de eerste, we hebben het gezocht op het net. Dat wil niet zeggen... dat het niet zo is, want misschien hebben we iets gemist.
Maar deze website is de eerste internationale. We hebben het nergens anders gezien, in geen enkel ander land. Brazilië heeft wel zo'n soort website wat we hebben gezien, maar ze hebben geen cijfer aangekoppeld. Het is puur alle wandaden die zo'n politieke kandidaat heeft gedaan, maar er is geen cijfer. Dus het is voor ons ook nieuw terrein en we zijn sterk gefocust op zelfverbetering, omdat we weten dat we zeker wel bepaalde dingen over het hoofd hebben gezien. Dus daarom vragen we dan ook ondersteuning van de gemeenschap. In die zin van, hey, als we wat hebben gemist aan informatie, mail het voor ons en dan zetten we het en dan gooien we het weer in die machine. U gaf ook eerder aan dat elk kwartaal proberen jullie kandidaten bij te voegen. En mensen zich afvragen, als de website is bestemd om mensen een bepaald idee te geven, om precies na te gaan wie een politieke persoon is. En wat de persoon allemaal heeft gedaan, als je bewust kan stemmen en zo. Gaan jullie niet in tijdnood komen voor 25 mei? Nee. Met de honderden kandidaten die er zijn. Ja, nou, we zijn niet gefixeerd op 25 mei. Want we hebben 2030 nog, 2035 nog, 2040 nog. De bedoeling is dat we de handel en wandel van de kandidaten gewoon blijven volgen. Dus, want als het goed is, worden de nieuwe kandidaten ook 3 maanden voor de verkiezingen volgens mij ook bekendgemaakt. Dus dat is dan sowieso te weinig tijd voor ons om dan na te gaan wie die nieuwe kandidaten echt zijn. Dus dit is iets dat we streven daarna om die website gewoon echt voor altijd live te houden. Nou ja, voor altijd, maar dus voor zo lang mogelijk. want dit gaat ook met de tijd natuurlijk. We verwachten ook niet dat het stemgedrag zo sterk beïnvloed zal worden 2025. Het is nog te snel. Misschien ook wel, dat weten we niet. Maar na 2030, 2035, dan zullen we zien wat de impact is. Als de website echt gaat leven en mensen gaan echt veel mee werken en ernaar refereren. Want kijk, natuurlijk, wat er gaat gebeuren is dat als ik lastig wil doen, ik ben een politieke kandidaat en ik heb misschien hoog gescoord, want dat gebeurt. En ik wil een sneer maken naar mijn tegenstander. Dan zeg ik van ja, kijk naar mijn cijfer, kijk maar naar het cijfer van hem. Ga maar kijken naar die website, kijk maar naar die track record van de persoon. Lucas Amman doet het. Ja, toch? Dus er zijn heel wat gevolgen en effecten die hieruit kunnen voortvloeien. En waarschijnlijk ook gevolgen die we ook nog niet hebben overzien, want het is gewoon nieuw. Maar nogmaals, we focussen wel op zelfverbetering. Dus we blijven wel aansturen en kijken hoe of wat. U gaf aan, jullie staan er sowieso open voor om hulp te krijgen vanuit de gemeenschap. Maar hoe staat het dan als, net als hoe je het zelf zegt, dat men sneer kan maken en dat bepaalde politieke kandidaten ook ander, hoe zou men zeggen, they're gonna dig up stuff about others. hoe kan men de informatie naar jullie sturen, zodat jullie dat kunnen filteren en plaatsen in de machine? Hoe kan men jullie bereiken? Ja, er is een e-mail optie op de website zelf. Dus men kan ons een mailtje sturen en dan maken we contact en dan pikken we het op en dan gaan we verder. Meneer Knoppel, heel, heel interessant. We kunnen echt door blijven gaan. Maar we zullen de website ook sowieso nog blijven volgen. Om te kijken wie allemaal nog wordt toegevoegd. En wat er allemaal aan verandert. Want het is net als wat u aangaf. Het is een vrijblijvend iets. Dus de wandelgangen, maar niet zeggen de wandelgangen. De bewegingen van de kandidaten die worden geplaatst. Blijven in de gaten gehouden worden. Dus hun cijfer kunnen of omhoog of omlaag. Dus wij blijven het sowieso volgen. Maar alsnog bedankt voor de informatie. En hopelijk zien we u gauw weer terug voor een follow-up. Ja, ook bedankt. Ja, graag. Graag, graag. Dank u wel voor de komst. Ja, dank u wel. Zoals u het heeft gehoord, de heer Knoppel legde het uit. De organisatie blijft op zoek naar mensen die meer informatie hebben om de website zowel een beetje bij te vullen met meer informatie. Zodat iedereen te weten komt op wie zij eventueel kunnen stemmen. Al is het niet voor de komende verkiezing van 2025, maar dan die van 2030 of 2035. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u het hebben gemist, geen nood, de herhaling is er om 9 uur vanavond op kanaal 12.2. Wij zijn er volgende week terug met de gloednieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.